Welke opleiding doe je? Ik doe de PABO. Industrieel productontwerp. HBO ICT. Ik doe automotive engineering. Ik studeer aan de PABO hier tegenover. AI, gebruik je dat in je opleiding? Ja, ik zelf gebruik het wel eens voor verslagen en zo. Het werkt heel goed om een beetje te proeflezen en wat feedback te krijgen op je verslagen. Nou, niet zozeer voor mijn opleiding, maar wel bij het voorbereiden van lessen bijvoorbeeld. Als je echt geen idee hebt waar je les over moet gaan, dan kan je heel makkelijk aan AI vragen van waar moeten mensen les over gaan? Of kan je een onderwerp verzinnen en aan de hand daarvan kan je heel makkelijk een les in elkaar zetten. Op dit moment is het meer een hulpmiddel dan dat het echt op zichzelf los kan staan. Mm-hmm. Dus als het iets doet, dan moeten wij het zelf natuurlijk controleren. Dus het is gemakkelijker als we het gewoon zelf doen. En onszelf laten controleren, want dan weet je gewoon gelijk dat dat goed is. Okay. Maar als het doorgroeit zoals het nu aan het doen is, dan kunnen we het zeker in de toekomst gebruik van maken. En waar denk je dan aan? Van alles. Design, berekenen, ideeën geven. Eigenlijk, ja, met AI is gewoon alles mogelijk. Dus als dat doorgroeit, dan is in de automotive ook gewoon alles mogelijk wat dat betreft. Ja, ik gebruik het wel eens. En dan voornamelijk om titels te bedenken voor de producten die ik ontwerp. Dus dan geef ik een productomschrijving in ChatGPT bijvoorbeeld. En dan komt hij met een lijstje met titels of namen ervoor. Dat is handig. Ja, dat werkt wel goed. Ik ben er zelf slecht in bedenken. Dus dat geeft ook wel inspiratie. En soms maak ik daarop dan weer zelf een variatie wat ik dan toch beter vind passen. Je bent niet bang dat een deel van jouw werk van voor de klas staan wordt overgenomen door AI? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat als leerkracht zijnde je niet zomaar kan overgenomen worden door artificial intelligence. Omdat leerlingen ook best wel veel behoefte hebben aan een relatie met bijvoorbeeld een persoon voor de ontwikkeling, sociale emotionele ontwikkeling. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om dat te kunnen hebben met een leerkracht. Ik denk dat het meer een hulpmiddel gaat worden, dat het onszelf ook kan helpen. Want automotive, ja, het blijft altijd doorgroeien. Er is altijd de eis om ecologisch verantwoordelijker te zijn. En met een tekort aan engineers denk ik gewoon dat het geen dreigement zal zijn voor ons. Heb je als inkoper voor Lokaal 99 nog andere leuke dingen gedaan met ChatGPT? Ja, we hebben bijvoorbeeld ook wel eens voor de grap gevraagd van nou, schrijf eens een leuk stukje voor de nieuwsbrief wat we hebben gedaan vanuit de barcommissie. Dus inderdaad, de bieren die we hadden uitgezocht en het onderhoud aan het pand. Daar heb ik hem gewoon gevraagd, hey, dit en dit hebben we gedaan. Het is gedaan door deze mensen. Verwerk wat humor in de tekst en verzin even een leuk tekstje voor in de nieuwsbrief. Dat was hartstikke leuk.